Unilin is het grootste houtverwerkend bedrijf in België, zeker na de overname van Spano vorig jaar. We zijn actief in drie business units. De business unit Insulation, waar we dakelementen maken, maar ook polyurethaan isolatieplaten. De business unit Flooring, waar we laminaat maken, een bekende Quickstep. En de business unit Panels, waar we spanerplaten en gemelamineerde platen maken. Vooral in deze laatste business hebben we zeer nauwe samenwerking met CITA, omdat we in onze spaanplaten een zeer groot aandeel gerecycleerd goud gebruiken, dat aangeleverd wordt door onder andere CITA. Aangezien we als bedrijf Unilin enorm inzetten op gebruik van recyclagegoud, zijn partners zoals CITA enorm belangrijk. We betrekken al voorbehandeld goud, chips noemen we dat, van Raceywood, ongeveer 25.000 ton per jaar. Dat hier nog in onze installatie verder wordt voorgereinigd en verwerkt in onze eindproducten. De aanvoer gebeurt per vrachtwagen. Het is ook zo dat wij een bepaalde politiek hebben voor, als het mogelijk is, toch meer en meer per schip te gaan aanvoeren om te vermijden dat er vrachtwagentransport plaatsvindt. Maar daar is natuurlijk de economische overweging ook zeer belangrijk en de flexibiliteitsoverwegingen. De samenwerking met CITA is de laatste jaren meer en meer geïntensifieerd. We zien CITA als een partner. Er zijn bepaalde langlopende overeenkomsten en op driemaandelijkse basis kijken we wat de vooruitgang is, ook hoe het geweest is in de voorbije drie maanden en ook wat de vooruitgang, de vooruitzichten zijn, wat de volumes zijn die wij verwachten, zodanig dat er van de beide kanten, zowel van ons als voor CITA, een soort van duurzame basis voor samenwerking blijft bestaan. Niet enkel volumes, maar ook kwaliteiten worden daar bekeken, want u weet dat wij meer en meer op recyclagegoud inzetten, wat dus betekent dat de contaminanten die binnenkomen, de vervuiling, ook kritischer worden en duidelijker zichtbaar worden. Ook daar hebben wij goed overleg met CITA om te kijken wat we kunnen doen, stroomopwaarts, om te vermijden dat vervuilingen in de houtstroom terechtkomen. Hier ziet u het materiaal wat we aanvoeren van CITA. Dat is materiaal wat al deels voorgereinigd is. De tonnages zijn 25.000 ton per jaar, wordt per vrachtwagen aangevoerd. Wat wij dan nog doen is het uitzuiveren van onreinheden. Dat zijn stukjes papier, plastic, non-ferrometalen, ferrometalen die verwijderd worden. Die ferro- en non-ferrometalen bijvoorbeeld worden nog nuttig aangewend. En na de opreiniging, opzuivering, gaan we dat dan gaan verwerken in onze spaanplaat, de deklaag en de middenlaag. Hier ziet u onze eindproduct, een spaanplaat. Wordt geproduceerd in verschillende diktes. Dit is hier een standaard dikte. Typisch is de opbouw, de gelaagde opbouw. We hebben een middenlaag die bestaat uit grovere spanen en dan een deklaag die bestaat uit fijnere spanen. Voor beide lagen gebruiken wij dus in grote mate tot meer dan de helft recyclagemateriaal dat we onder andere van CITA betrekken.